Telesuur is geconfronteerd met uitval van de mobiele B-station te Fedra in het district Brokopondo. Daardoor is mobiel bellen van en naar Fedra en Suhosa niet mogelijk. Ook de internetverbinding is uitgevallen. De uitval is het gevolg van de diefstal van 57 solarbatterijen, waarmee de apparatuur draaiende wordt gehouden. Technici stellen alles in het werk om het mobiele telefoon- en internetverkeer in het gebied te normaliseren. De zaak is in onderzoek bij de politie. Telesuur benadrukt dat openbare telecommunicatie-infrastructuur gemeenschapsbezit is en dat bescherming en toezicht verantwoordelijkheden zijn van de totale gemeenschap. Telesuur doet daarom een dringend beroep op de gemeenschap om gevallen van opzettelijke vernieling of diefstal van telecommunicatieapparatuur meteen bij de politie te melden.